de Promotion Support Club van FC Zutphen, Brandoil Tankstations en Hilarius Creatieve Producties, supporters van FC Zutphen Internet TV. De D5 kampioen geworden vandaag, zaterdag 13 december. Fantastisch resultaat. Ongeslagen kampioen, hè? Eén gelijkspel. En dat was... Alles gewonnen. Fantastisch. Naast mij staat... Ja, is ook ongeslagen. Naast mij staat een hele belangrijke meneer van de club. Adi Garretsen. Ja, wie ben jij? Waarom sta jij hier? Ik ben Adi Garretsen. Ik ben van Algemene Voetbalzaken hier binnen deze club. En met name ook de jeugdafdeling. Dus ik ben eigenlijk ook enorm trots op jullie jongens. Want jullie zijn echt ongeslagen kampioen. En bij kampioenen hoort natuurlijk een beker, hè? Dat klopt toch, of niet? Ja. Ja, hè? Nou heb ik hier in mijn hand een beker. En die hebben jullie echt top verdiend. Ongeslagen kampioen. En namens heel FC Zutphen, maar namens iedereen hier ook, van harte gefeliciteerd. Wie is de aanvoerder van dit team? Milan. Nou, Milan, normaal hoort het zo, hè? Dan ga je gewoon, geef je de aanvoerder een hand. Van harte gefeliciteerd. Daarbij hoort deze beker. En ik zou zeggen, laat even zien dat jullie als team één kampioen zijn en doe gek. Super gedaan. Hartstikke goed. Heel goed gedaan. Hey, jongens, mag ik nog even één ding? Want we hebben één beker, maar we hebben een heel team. Dus we hebben nog een klein verrassingje voor jullie. Hey. Wat? Een verrassing. Nou, wat komt er uit de doos? Oh, een beker. Hey. Wow. Hey. Yes. Yes, toer. Ja, man. Echt toer, jongens. Oh, jij hebt twee. Wat vind je ervan? Ik ben best wel goed gedaan hoor van ons. Laat hem eens zien aan de camera. En jouw naam is? Berkant. En op welke positie speelde je? Vandaag meerdere posities. Ja, links buiten, links middenveld, wissel. Ja, goed hoor. Goed. En jij had wel wat kansen om te scoren. Alleen 0 minuten. Twee assists. Ja. Ben je tevreden? Ja, ik ben wel tevreden, ja. Ja. En hoe komt het nou dat jullie kampioen worden en niet die anderen? Omdat wij beter zijn. Met de FC Zutphen. Ja. Logisch toch? Ja, of niet dan? Lag het aan de trainers?
Ja, ook. Ja. Jullie hadden ook hele goede supporters, hè? Dat viel ons dan op, die langs de lijn stonden. Worden jullie heel goed gesteund of heb je er soms ook een beetje last van? Want ze schreeuwen wel heel hard, hè? Ja, we worden heel goed gesteund, maar soms heb je wel een beetje last van, ja. Dan kan je een beetje slecht concentreren. Ja, want eentje deed steeds een duif na. Of niet? Ik hoorde een duif op de tribune. Ja, dat klopt. Heb ik ook gehoord. Een van de vaders was dat, denk ik. Nou, is hartstikke mooi. Heeft iedereen al een beker? Ja. Even de... Proost met z'n allen! Ja. De eerste helft. Jouw naam is? Milan. Ja. En de eerste helft, toen heb je er ook aardig wat kansen uit moeten halen, hè? Ja, alleen ik had bijna niks te doen. Ja, verder was het goed. Heb je dit jaar eigenlijk heel rustig gehad? Ja, redelijk. Ja. Ja. En wat is de kwaliteit van dit team? Ja, is wel goed, alleen we zijn iets te laag ingedeeld, denk ik. Ja, jullie kunnen dus eigenlijk nog veel beter. Ja, dat denk ik. Ja. En hier staat Colin. Hij heeft een ontiegelijk mooi pak aan. Ja? Ik had ze een paar weken geleden al gezegd, als jullie kampioenswedstrijd hebben, kom ik gewoon gezellig in pak. Ja. Dus ook om te steunen, hartstikke leuk. En jij hebt ze ook een beetje kampioen gemaakt. Ja, ze doen het allemaal zelf. Ja? Dus ik heb ze training kunnen geven, ik heb ervan genoten en ze hebben het verdiend. En waarom worden ze kampioen? Ja, ze zijn gewoon kampioenen. Ze zijn gewoon winnaars, stuk voor stuk. Ze kunnen allemaal goed voetballen, ze leren elke dag weer. Dus ze hebben het verdiend. Ja, en doorzettingsvermogen, de aanvoerder, kom eens hier. Milan, jij zegt ze gaan door. Ja, iedereen die knokt er ook voor. Ja, niet opgeven en als eentje zijn kopje laat hangen, wat gebeurt er dan? Dan probeert iedereen hem te helpen. Heel goed. Met elkaar. Kijk, champagne. Je mist wat. Er wordt gewoon champagne hier uit de kast getrokken. Alles wordt eraan gedaan om een mooi feest ervan te maken. Melle, dat ben jij toch? Ja. Jij speelde leuk, hè? De vleugel. Ja. Ja, jongens. Kappen en draaien, is dat jouw specialiteit? Ja, en de langs gaan rennen. Ja. En als je dit seizoen heel goed gelukt, denk ik, of niet? Ja, vaak wel, ja. Ja. Veel assist gegeven? Best wel, ja. Voorzetten? Ja, ook heel veel. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan jullie in dezelfde klasse blijven voetballen? Derde, we gaan naar derde. Ja. En wat gaat er dan gebeuren? Ik weet niet, wordt wel lastiger. Vast wel. Zo, veel supporters eromheen. Hartstikke mooi. Kom ik uit bij de trainer? Ja, toch de architect van het hele succes. Wat is het recept? Het recept is vooral samen en vooral de wil om te winnen. En de wil om elkaar wat te gunnen. Ja. En dan komt het vanzelf. En enthousiasme. Dan komt het vanzelf. En als ze het kopje laten hangen? Ja, dan hebben ze wat ondersteuning nodig. Maar dan hebben we de supporters. En ik heb een vrij harde stem, dus dat horen ze dan ook wel. Ja. Dus dat werkt wel. Ja, want die supporters die kijken natuurlijk wel een beetje op je vingers ook af en toe. Ja, maar die moeten vooral een beetje afstand houden. Ja. Als ze een beetje afstand houden, dan gaat het meestal goed. Ja. Ik wil ze niet bij de dugout hebben. Ik dacht even, de stenen gaan eruit. Maar ze hielden zich wel netjes. Dat moeten we ook een compliment geven, ja, denk ik. Moet ze absoluut, en die jongens die kunnen de spanning bijna niet aan, die supporters. Dus vandaar dat het best lastig is af en toe. Maar het ging goed. Ja, zeker. Gewoon. Resultaat. Ja, absoluut. En nu? Januari? Klasse. Januari, derde klasse, een stapje hoger. Nog even iets tikje erbij. Ja. Maar dan gaan die jongens helemaal goed doen. Jij staat gewoon twee keer in de week op het veld te trainen. Ja. En iedere zaterdag met die jongens op pad. Altijd. Heerlijk. Geweldige gasten zijn het. Ja. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja, absoluut. Dat is een hele goede rol die je vervult. Ja, absoluut. En dan is het ook heel fijn als je een mooi resultaat natuurlijk met elkaar bereikt. Dat is als je er zo hard voor werkt. Wat een boeven. Oh, ik ga aan de kant. Anders word ik ook vies. Pak hem. Ja. De trainer heeft wel een hele goede conditie, zoals je ziet. Maar heel langzamerhand wordt het toch wel lastig voor hem. En hier gaat hij gepakt worden. Kijk, daar ga je dan. Heb je het hele jaar gewerkt aan een mooi resultaat en daar ga je dan. Je gaat helemaal nat, letterlijk nat gaan. Maar hij leeft nog. Fantastisch.
Hier staat naast mij een hele trouwe supporter. Heb je alle wedstrijden gezien? Bijna alle. Ja? Bijna alle. Ik heb er tweeling. De ene speelt de D1. Ja, ja? Dit is D5. Ik moet het delen, hè? Ja, ja, ja. Eén van één. Ja, ja, ja. Nou, dat, ik ben wel een mooie team. Mooie kampioen geworden. Ja. Ja, die jongens bij elkaar gunnen, dat is belangrijk. Samen spelen. Af en toe misgaan, maar ja, dat gebeurt het, hè. Ben je ook wel eens kritisch? Af en toe wel, ja. Ja, ja, voetballen, hè? Ja. Voetballen. Ja, ja. Ja, dat moet ook. En het is een heel mooi clubje bij elkaar als je dat zo het veld ziet afgaan. Laatste wedstrijd van het seizoen. December, winterstop in. En dan gaan we in januari weer verder. Ja. Top. Helemaal leuk. Eén groot. Nog één keer schreeuwen met z'n allen, denk ik. Nou. Nog één keer heel hard en jel. Ah, dat kan nog wel één keer. Nog beter. En nou lekker douchen.